Bent u en wat doet u hier? Ja, doe maar even op, Jeroen. Ja. Wie bent u en wat doet u hier? Mijn naam is Marco Bakker en wij hebben een stichting. Ik heb een stichting In Verbinding. En wij maken kunstprojecten voor jongeren waarvan wij vinden dat die een kans verdienen om ook een rol in de maatschappij te krijgen. Ik ben Anna Shang en ik ben hier voor mijn eerste expositie in de bibliotheek. Als je hier achter mij kijkt, hebben wij samen met jongeren een kunstwerk gemaakt samen met een kunstenaar. Omdat wij heel erg graag willen exposeren en graag aan jongeren laten zien dat je dus echt dingen kan maken en dat andere mensen het mooi vinden. We hebben deelnemers die dit gemaakt hebben. En we hebben ook deelnemers die niet aan dit hebben meegewerkt. Okay. En eentje ervan is een hele bijzondere dame en zij heet Erna. Okay. Hoe lang fotografeer je dit al? Ik fotografeer sinds 2016. En hoe bevat dat? Ja, therapeutisch. Ja. Genezend. Wat inspireert je het meest? Ik ben geboren met een half hart en met fotografie leer ik de hart genezen. Wat zijn je beste foto's die je in het jaar hebt gemaakt? Deze. Ik vind eigenlijk ze allemaal heel erg mooi, maar er is een foto van een dak met een klein vogelshop en een vogel boven in de lucht en die vind ik heel erg mooi. Waarom vindt u hem eigenlijk mooi als vraag nog? Ik weet niet, volgens mij is het... Raakt het u? Ja, het raakt mij, want het is heel erg... Het gedeelte van de foto is heel erg leeg en heel simpel, maar het heeft iets heel erg kwetsbaars. En dat vind ik heel erg mooi aan. Het is een super tof project wat hier achter ook jullie te zien is. En dat project, ja, het is een kunstproject en we hebben muziek daarbij toegevoegd. Dus sommige mensen die trekken kunst heel erg aan en sommigen hebben dat juist meer met muziek. En wij hebben daar dus een combinatie van. Welke van deze foto's vinden jullie mooi? Die duif daar vond ik wel heel mooi. Omdat je ziet toch wel een schaduw, zeg maar, van die duif. Dus je weet dat het een duif is. Maar toch laat het mij ernaar kijken dat er meer achter zit. De foto met op de trap zie je twee mannen. Dat is bij het World Trade Center gemaakt hier in Rotterdam. Ja, dat vind ik gewoon een hele mooie compositie. Weet je. Het is heel erg symmetrisch. Het is heel pakkend. Wat vind je zo mooi aan, aan die foto? Dat het kruis precies midden is daar. Bij die raam. En scherpte. Het licht is ook, valt heel erg mooi. Als ik naar deze foto kijk, dan zie ik niet de foto. Nee. Als ik naar deze foto kijk, dan ga je bijna in de ziel van de persoon. En kippenvel, want wat hier gebeurt is bijna niet mogelijk. Als je kijkt naar het totaalplaatje, wij noemen dat een lijnenspel. Als ik naar het lijnenspel kijk, dan loopt dit naar beneden en die meneer kijkt die kant op. Dit loopt naar beneden, die kant op, en die meneer kijkt die kant op. Dit is een moment, dat kan je niet vastleggen, en toch heeft Erna dit prachtige foto vastgelegd. Ik heb gezegd tegen Erna, dit is qua compositie heet dit. Is het zo ontzettend mooi, dit is bijna voor in een krant of in een gallery. Dit maakt, door dit soort foto's...